Hi iedereen, welkom terug bij een andere aflevering van Bio with Wirjo. Vandaag kijken we naar het thema genetica, oftewel erfelijkheidsleer. Maar we kijken dan naar, eerst dan naar DNA-replicatie, specifiek DNA-replicatie, wat DNA-replicatie allemaal inhoudt en hoe je het kunt begrijpen. Goed, we kijken nu naar, dan naar het filmpje. Voor de celdeling moet er DNA gekopieerd worden. Dit noemen we DNA-replicatie. Tijdens de DNA-replicatie worden de nucleotiden ingebouwd. Het DNA bestaat uit twee strengen die als een spiraal om elkaar heen zijn gedraaid. Het DNA bestaat daardoor uit een dubbele helix. Tussen de twee strengen zitten de bazen adenine, guanine, thymine en cytosine. Adenine en thymine passen precies bij elkaar en worden met twee waterstofbruggen met elkaar verbonden. Guanine en cytosine passen ook precies aan elkaar en worden met drie waterstofbruggen met elkaar verbonden. De bazen worden vaak vernoemd naar hun letter A, T, G en C. A en T passen precies aan elkaar en G en C passen precies ook aan elkaar. De bazen zijn weer opgehangen aan een suikerring en daaraan een fosfaatgroep. Samen wordt dit een nucleotide genoemd. De kant waaraan de fosfaatgroep zit wordt 5-accent genoemd en de andere kant wordt dan 3-accent genoemd. Dit is belangrijk om te weten aangezien DNA alleen gekopieerd kan worden vanaf de 3-accent. De DNA-replicatie begint met het openen van de twee strengen door het enzym helicase. Dit enzym knipt de waterstofbruggen tussen de bazen door. Beide strengen van het DNA komen daardoor los van elkaar te liggen. Het enzym primase koppelt primers aan beide strengen. Aan een primer zit er een base die precies passen aan de beide strengen DNA. Aan de 3-accent van kant van de primers kunnen vervolgens nieuwe nucleotiden worden aangevuld. Op de onderste streng komen na elkaar meerdere primers te zitten, zodat daar steeds weer 3-accent kan ontstaan. Die streng wordt dus in stukjes opgebouwd. De nieuwe vrije nucleotiden drijven dan los. Ze worden DATP genoemd, DTTP, DGTP en DCTP. De D staat voor desoxyribose suikergroep, ATGC zijn de 4 bazen. De TP staat voor 3-fosfaat. De vrije nucleotide heeft namelijk 2 extra fosfaatgroepen als acume. De vrije nucleotiden gaan naar hun bijpassende bazen in de nucleotide van de openstaande DNA. Steeds verlaten 2-fosfaatgroepen de vrije nucleotiden, zodat vrijgekomen energie gebruikt kan worden om de nieuwe nucleotiden in te bouwen. Het enzym DNA-polymerase is hierbij als plakenzym betrokken. DNA-polymerase kan alleen een nieuwe nucleotide aan de 3-accent kant inbouwen. Helicase knipt ondertussen steeds verder. Dat gaat zo lang door totdat alle DNA gekopieerd is. En het enzym ligase verbindt de losse stukjes aan elkaar. En de DNA-replicatie is dan voltooid. Het DNA is verdubbeld en kan tijdens de celdeling over de cellen worden verdeeld. Hi, ik vind het fijn dat je hebt gekeken tot het eind van mijn video. Als je het leuk vindt, druk op like knopje. Niet vergeten, als je het nog niet hebt gesubscribed, druk op subscribe button en druk het belletje. Oké, tot de volgende keer.